Hallo iedereen. Ik ga nog heel even wachten voor ik mijn uitleg begin. Goedemorgen allemaal. Hallo. Ik ga nog heel eventjes wachten met het beginnen. Met mijn uitleg te geven. Entertainment tijdens mijn strijkmomentje. Ja, daar ga ik voor zorgen vandaag. Hopelijk moet je niet al te veel strijken. Hopelijk is iedereen gezond vandaag en hopelijk blijft dat ook zo. En gaat er niemand vandaag echt meer wegwinkelen of zo. Hallo allemaal. Ik ga nog heel eventjes wachten. Iemand is aan het koken. Nu wil ik weten wat je aan het koken bent eigenlijk. Is het lekker? Wat ik dus vandaag ga doen, is ik ga 5 kleurtjes van oogschaduw laten zien. En dan ga ik ook 1 look van oogschaduw laten zien. Dus als je dat graag wilt zien, dan moet je even blijven volgen. Ik ga nog heel eventjes wachten. Dus iemand vraagt, wat ga je doen vandaag? Dat is dus wat ik ga doen. Ik ga gewoon even 5 oogschaduwkleurtjes laten zien, even op mijn hand. En dan, daarna ga ik dat 3 kleurtjes op mijn oog laten zien. Iemand vraagt, welke kleurtjes? Ik ga het direct laten zien. Ik ga nog heel eventjes wachten. voor degenen die mij dus niet kennen, ik ben Imke van Houtvin. Ik ben ambassadrice van I'm Clean. En in het dagelijkse leven ga ik nog naar het school, maar daarnaast ben ik ook heel actief op Instagram, maar mijn voornamelijkste account is TikTok, waar ik elke week een paar mini-vlogs maak om dan te laten zien wat je mijn dagelijks leven allemaal doet. Oké, ik denk dat ik stilaan een beetje ga beginnen. Ik ga eerst de witte oogschaduw laten zien, mijn I'm Clean. En deze noemt Diamond. Dan ga ik die eerst even op mijn hand laten zien. Zoals je ziet, zit er echt veel pigment in. Hij geeft dat zo'n mooi glansje. Ik vind die echt super mooi. Dat is echt een van mijn favorieten. Dan ga ik deze laten zien. Dat is de Fresh. Die is zo in het potje. Deze heb ik nog niet zo vaak gebruikt. Ga ik ernaast zitten. Zo, dat is de tweede kleur. Dat is de Fresh. Die glanst iets minder hard als die Diamond kleur. Maar het is echt zo mooi subtiel. Iemand zegt, Diamond heeft een hele mooie pigmentatie voor in de binnenste ooghoek. Love it. Ja, dat vind ik dus ook echt. Ik vind die echt, dat is echt mijn favoriet kleurtje, die Diamond. Die vind ik echt super leuk. Echt gewoon ook in die binnenste ooghoeken te zetten. Ja, daar ben ik echt fan van die. De volgende die ik ga proberen is Princess Peach. Die is zo... Ja, ik heb het potje al openstaan, dus ik ga niet helemaal omkantelen.
Deze heeft ook echt een hele mooie glinstering erin zitten. Hij is iets minder gepigmenteerd, maar heeft wel echt een mooie glans erin. Zo, zien jullie dat? Die geeft echt zo een mooi glanskleurtje. Oké. Daarna ga ik de Perfect Storm. Die vind ik ook heel mooi. Dan doe ik altijd zo een beetje zo in het dekseltje. Om daarna met mijn vinger nu voor dat swipen. Maar normaal gezien doe ik dat met een borstel erin. Nog een beetje. Zo, die heeft ook echt heel veel kleur. Dat is echt een mooie kleur. Dat is deze dus. Ik ben aan het kijken of ik af en toe een vraag kan beantwoorden. En dan de laatste kleur die ik hier heb, dat is Black Pearl. Die is zo. Dit doe ik altijd heel geconcentreerd. En dat is deze kleur. Dat is echt mooi voor in een hoekje. Zo wat meer ja, donkerheid te creëren. Amai, ik kom vandaag niet uit mijn woorden. Dus dat zijn de kleurtjes die ik vandaag hier ga laten zien. En ik ga nu met deze laatste drie ga ik op mijn oog zelf even laten zien hoe dat eruit ziet. Maar ik ga eerst van mijn vinger halen. Zo. Oké. Dus, dan ga ik eerst beginnen met die diamond. Ik was de naam van de kleur weer even vergeten. Met die diamond ga ik dus eerst in mijn binnenste ooghoekjes gaan. En natuurlijk met dit penseeltje. Dat is de 7 Eye Flat. Dan duw ik dat eerder in plaats van zo te strijken. Dat doe ik eigenlijk niet. Zo zie je wel het verschil, hè? Ga je volledige make-up doen? Nee, ik ga alleen mijn ogen doen. Zo ziet je dat mooi. En wat je aan de ene kant doet, moet je natuurlijk ook aan de andere kant doen. Anders zou dat niet zo mooi zijn. Allee ja, dat kan misschien ook wel een look zijn. Maar dan misschien eerder iets voor mijn Halloween. Of mijn feestjes, kan ook.
Zo, dat is de eerste stap die ik altijd doe. En dan neem ik de Perfect Storm. Dat is dus deze op mijn hand. Dus nu heb ik deze gedaan en nu ga ik deze doen. En hierbij dip ik ook in plaats van zo te vegen. Dan vind ik zelf dat je veel meer pigment kunt zien. Zo, en aan de andere kant natuurlijk. Zo, dat geeft echt al ineens een heel ander beeld, vind ik. Zo, zo vind ik dat goed. En dan nog de laatste, en dat is de Black Pearl. En die ga ik dan in de hoekjes nog doen. En daarna blend ik dat altijd wat uit, met een andere borstel natuurlijk. Waar zet je deze? Volledig ooglid of buitenkant? Bedoelt je deze Black Pearl? Die zet ik alleen aan de buitenkant. Dus ik heb met die Diamond heb ik alleen de binnenkant gedaan. En dan heb ik met de Perfect Storm heb ik vanaf waar ik met de binnenkant ben gestopt, heel mijn ooglid gedaan. En nu ga ik met die... Nu ben ik de naam weer kwijt. Met de Black Pearl hier alleen de buitenkant doen. En nu is dat misschien nog een beetje donker, maar als ik dat zo eens wat ga uitblenden, dan gaat dat veel mooier zijn. Hierbij ook, dan dip ik in plaats van dat ik zo strijk. En dat is eigenlijk al genoeg voor die zwarte. En dan nu pak ik zo diegene met de langere haartjes. Want deze heb ik nu gebruikt voor mijn oogschaduw zelf te zetten. En deze gebruik ik dan voor dat wat uit te blenden en dan wat mooier in elkaar te laten vloeien. En deze is de 6 blending. Dus dan ga ik meestal van buiten naar binnen. En hierbij ja, strijk ik natuurlijk wel in plaats van te dippen. Zo zie je het verschil een beetje. En dan nog deze kant natuurlijk.
En dan meestal ga ik er zo eens met mijn vinger, zodat dat ietsje strakker is, dat lijntje. Je kunt dat natuurlijk ook met een beetje make-up remover, zo echt een lijntje mee maken, dat doe ik ook soms. Maar ja, als je dan al foundation aan hebt gedaan, ja, dan zie je dat natuurlijk, dus dan moet je daar wel mee oppassen. Oké. En dan, om die look natuurlijk af te maken, gebruik ik altijd mascara. Ik heb de zwarte, maar je hebt ook de bruine van I'm Clean. Maar ja, ik gebruik liever de zwarte. Dat is ook gewoon mijn gewoonte om de zwarte te nemen. Mascara, dat maakt echt alles ineens af, vind ik. Zo ziet je echt een heel groot verschil, vind ik. Ja, ja. Mascara maakt hem echt, vind ik. Dan nog het andere oog doen. Zo. En zo zijn uw ogen helemaal gedaan. Ik vind deze kleurtjes in combinatie echt super mooi. En zo heb ik echt al vaak rondgelopen met deze kleurtjes. Gewoon, dat zijn echt mijn favoriete kleurtjes. Zo, ziet je het beter. Dan zal ik even nog de prijzen doorgeven als jullie dat graag willen. Wordt deze video opgeslagen? Ja, deze video ga ik zelfs opslagen, zodat jullie deze nog eens kunnen bekijken. Heel mooi, Imke. Oh, dankjewel, Lisa. Dan zal ik even nog de prijzen zeggen van die potjes van losse minerale make-up. Die kosten €14,99. Natuurlijk vind je van alle producten die ik nu gebruikt heb en nog veel meer... daarvan op de website van I'm Clean zelf. En dan heb ik nog die twee borstels die ik gebruikte vandaag. Allee, penselen. En die kosten €18,99 alle twee. En de mascara die ik ook nog heb gebruikt, die kost €22,99. En ja, daar heb je dus de zwarte en de bruine van. Dus als je liever de bruine hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Dat zou ook heel mooi zijn met de kleurtjes die ik nu gebruikt heb. Zijn er nog vragen? Dan antwoord ik die met alle plezier, als ik ze weet tenminste. Want ik weet natuurlijk niet alles van alles. Heel erg mooi. Oh, dankjewel. Ik zal eens kijken of er... Ben jij Imke van de minivlogs? Ja, ik ben Imke van de minivlogs. Dan denk ik dat ik alle vragen heb beantwoord, als er geen meer komen. En dan ga ik de live afsluiten. Dus ik wacht nog heel eventjes. Voor moest er nog vragen komen. En dan hoop ik dat iedereen het natuurlijk veilig doet deze dagen. En dat er niemand van jullie ziek wordt of niemand die jullie kennen ziek worden. Dat is natuurlijk belangrijk. Wat we hopen. Ben ik even al mijn potjes toe aan het draaien.
Super duidelijk, jij goed gedaan. Oké, super. Dankjewel, Samira. Dan ga ik de live beëindigen. Super bedankt om allemaal te kijken. En dan zien jullie waarschijnlijk iemand anders de dinsdag voor een nieuwe live video. Bye!